Het lokale dialect Millings is aan het verdwijnen. Nu het nog kan, leggen de twee broers Will en Tony Hall het dialect vast in een film. En die film wordt op zondag 8 en 15 januari vertoond in Zaal het Fuske in Millingen. Ik kwam op het idee door mijn broer. Mijn broer die hoorde een keer op een film, voorstelling, een zinnetje plat Millings. En hij dacht bij zichzelf, het verdwijnt het Millings, we moeten hier iets mee doen. Dus daar kunnen we beter. We gaan een film maken over het plat Millings, zodat het voor het nageslacht bewaard blijft. Dat is de opzet. De bedoeling van ons was eigenlijk om echt het Millings te laten horen. Maar door de interviews kregen we ook verhalen. En die verhalen werden heel belangrijk. Zo zijn er verhalen over vroeger, over vandaag. Ook luim, ernst, alles door elkaar. Toen wij de première hadden hier van de film, toen werd er dus ontzettend veel gelachen. Maar op een gegeven moment werd het muisstil en werd er geluisterd. En we dachten, wat is er nu aan de hand? Maar ze vonden het zo interessant. Ja, één woord, geweldig. We hebben zelfs 3 liedjes gezongen in de film. Begintune en het eind. Ik denk dat er nog nooit in de filmwereld is gebeurd dat de makers van de film dus hun film beginnen met hun lied en eindigen met hun lied. Zelf gezongen en gespeeld. De reacties van de Millingenaren en ook degenen die er mee gespeeld hebben is fantastisch. Ze waren dol enthousiast en dat mag ook wel blijken. Wij gaan dus een aantal voorstellingen geven. De eerste 2 voorstellingen waren binnen de kortste keren uitverkocht. En nu de volgende serie voorstellingen ook alweer bijna. Dus er is ontzettend veel belangstelling voor. En het komt alleen maar door de mensen die de film hebben gezien, die dat verteld hebben.